Hartelijk welkom bij deze Kleveringa-bijeenkomst. In november staan we altijd stil bij de gedenkwaardige protestrede die professor Kleveringa hield 80 jaar geleden hier in het academiegebouw. Vandaag wil ik u voorstellen aan een aantal bijzondere mensen die vandaag de dag belangrijk zijn voor onze universiteit. Hey Aletta, hoi, goed je te zien. Hoi, we gaan wandelen. Weet jij waar het vandaan komt, Barrera, de naam? Bar, restaurant, Rapenburg. Dat weet bijna niemand. Ja. Hier heb jij gewoond. Ja, dat was een mooie kamer, ja. Hey, wat een geweldige actie, die Wake Up to Corona. Eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Echt fantastisch. Met die 1 miljoen euro hebben we het onderzoek kunnen versnellen. En we hebben het ook kunnen opschalen. Ja, want dat was bijzonder. Want corona, dat was dus al onderzoek wat Erik Snijder al deed. Hè. Dus hij is een van de allergrootste specialisten op dat terrein. Het is echt prachtig. Maar ook die betrokkenheid van al die oud-studenten, dat heeft me echt geraakt. Ja. Hey, jij was lid van Minerva, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En jij? Ja, hier, Augustinus. Als onderzoeker kreeg je geld voor je onderzoek en voor je onderwijs. Dat kreeg je gewoon van de universiteit. En dat is voorbij nu. Dus je krijgt nu nog als universiteit geld voor onderwijs. En je onderzoek moet je maar, probeer het maar ergens vandaan te halen. Vandaar het luft natuurlijk. Zonder luft gaat het dus niet. Dag. Vertel, hoe staat het met het onderzoek? We zijn goed op gang om het nieuwe virus te leren kennen en tegenmaatregelen te ontwerpen. Dat zijn zowel vaccins als virusremmers, geneesmiddelen die de infectie bestrijden. En die heb je allebei nodig om goed voorbereid te zijn op nieuwe coronavirusuitbraken. En door de crowdfundingsactie hebben jullie een nieuw lab kunnen opzetten? Daar waren we heel blij mee. Dat kwam heel snel van de grond. En al in het voorjaar konden we beginnen om een bestaand lab te verbouwen. Helemaal opnieuw in te richten met nieuwe apparatuur. En dat is nu in gebruik. En we hebben onze capaciteit ongeveer verdubbeld. Nou, heel veel succes, want we kijken er allemaal heel erg naar uit om een vaccin te krijgen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik hoop dat die vaccins inderdaad de verlichting zullen brengen waar we al zo lang op zitten te wachten inmiddels. Koen, jij houdt je ook bezig met oplossingen voor levensgevaarlijke infectieziektes, toch? Ja, dat klopt. En je hebt een subsidie ontvangen van het LUF. Die subsidie kwam op precies het goede moment. Wij waren hier net begonnen als nieuwe groep. Wij kijken naar antibiotica-resistentie, wat wereldwijd snel aan het toenemen is, terwijl er tegelijkertijd veel minder antibiotica beschikbaar zijn om dat soort infecties te behandelen. En wat wij in onze groep eigenlijk doen, is door een combinatie met proeven in het lab en computermodellen met elkaar te combineren, nieuwe manieren te vinden, nieuwe doseringsschema's te ontwikkelen om dat soort resistentie terug te kunnen dringen. Echt geweldig om te horen. U ziet, uw bijdrage is van groot maatschappelijk belang. Of het onderzoek nou gaat om levensgevaarlijke besmettelijke ziektes, een duurzamere samenleving, veiligheid voor kwetsbare kinderen of andere maatschappelijke vraagstukken, uw bijdrage maakt het verschil. Heel veel dank voor uw betrokkenheid.